Ja, welkom jongens en meisjes, welkom bij Radio Sport Twente. Vast een hele fijne dag jongens en meisjes, luister mee op Radio Sport Twente in mijn nieuwe studio. Ja, jongens en meisjes, op Radio Sport Twente met DJ Maurice en DJ Tobias aan de knoppen. Luister mee op Radio Sport Twente. Luister mee op Radio Scout Twente met DJ Maurice. Bananen in je blote kont.
een stukje doen? Waarover? Bananen! Eet veel bananen, bananen hebben nut. Adam trok Eva de haren naar de kunstgebittenbak. Ja, jongen, meisjes, luister weer voor Ruiskonsenten met Dieter Marus natuurlijk. Dieter Marus en Dieter Tobias. Op Ruiskonsenten met Twente. Met Dieter Marus natuurlijk. Dus luister weer voor Ruiskonsenten met Dieter Marus. Yeah! Ik zie liever meisjes in hun blote ja, ja, ik zeg lekker niets. Kunstgebitte bak ik oma op de fiets. Ja, ja, het cirkeltje is rond. Eet veel bananen in je blote kont. Rinus, dat ging je toch in als koek, hè? Als bananen. Ja. Ja, bananen! Hey Ronnie, ken je er nog één? Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurs. Koersen schommelen, dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is... Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig gepest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon hun niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje. Gerust allemaal. Op een morgen zei plotseling Nelis: kijk nou eens Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steekt snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op hun tafelpoot. En we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje. Gerust allemaal. We hebben de schuit naar de helling getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van het clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smerig zo een met een pet. Hij zei: jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet. En we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel.
de schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen biet. Want je moet weten, het is Jan met de pen, maar die moeten ze hebben en de groten dus niet. En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel, kom dan in ons bootje, gerust allemaal. En we hebben een luister mee naar Radio Schotvenster met Kies en Maris natuurlijk en DJ Tobias natuurlijk ook op Radio Schotvenster. Het was een hele fijne dag. Luister mee, de zon hit nu op Radio Scout. Dit is Radio Schotvenster met DJ Maurice. Is mijn lolly op, mag ik wat van je drop? Leg maar aan mijn lolly. Leg maar aan mijn lollipop.